Wacht, opnieuw. Oh nee, het is begonnen. Hey kijkers van Apple Place, we zijn hier met de Xbox One Gamer, zegt hey. Hallo. Hallo. En de Beacon? Hallo. Oh, ja, Beacon kennen we wel, hè? Dat is die lieve jongen, hè, van de server. Ja, het zijn allemaal mensen van de server, maar ja. Pitcure, hey. 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 Ja, hoe oud was je ook alweer? 13. Oh, joh, meisjes eten hem op Snap, hè, je weet. Hey, Van? Milo? Hey. En hoe oud ben jij? Ik ben 12. Oh ja, ja, oké. Okay. Jongens, eet hem op Snap. Dat is een grapje, dat is een grapje. Ja. Hoe dan ook, ik heb hier 4 boekjes in zitten. 4 onderwerpen. En wat eruit gaat komen, gaat zijn wat we gaan bouwen. Dus jongens, wat denken jullie? Wie wil erop drukken? Nog niemand drukken, hè? Maar wie wil erop drukken? Ik. Oké, druk maar, Pinnekeur. Druk maar, heel serieus. Oh my god. Oh my god, het is gewoon... Wat we 2 video's geleden hebben gebouwd, is het kasteel. Oh, cool. Het is het kasteel. Yes. Nee, wacht, druk nog eens. We doen een gemixte onderwerp. Druk nog eens. Dus de... kasteel. En sprookje, een kasteelsprookje. Ja! Jongens, oké, wacht. Zodra ik ja zeg... Sprookje. Ik ken alleen een rood kapje, maar die kasteel. Maakt niet uit, er zijn zoveel sprookjes. Ik ken er geen. Met dingen kent je toch wel? Barbie of zo? Weet ik veel van. Nee, Barbie is geen sprookje. Ja. Ik weet het ook niet. Ik weet gewoon dingen. De 7 dwergen of zo. Of... Ken ik niet. Aardbergen. Of dingen. Schrek is een sprookje, toch? Huh? Schrek is ook een sprookje. Squid Game ook. Squid Game is geen sprookje. En Among Us. Ja, zeker een sprookje. Is ook geen sprookje. Jongens, er staat hier wel sprookje, maar het sprookje slash... Ik val naar beneden. Nee, het is gewoon sprookje. Nee. Zodra ik ja zeg, beginnen jullie, ja. Zoek jij ondertussen maar op Google wat een sprookje is. 3. Maar dan, jullie mogen niet meer over dit zand heen of buiten het zand. Dus kasteel gemixt met sprookje. Oké. Een kasteel sprookje. Sure. Oké, 3, 2, 1, go. Nee, je moet niet de blokken kapot maken, niet? Nee. Nee, dat is dat niet de bedoeling. Nee, ik plaats het terug. Zo. Sorry. Maakt niet uit. Spijt me. Hé, het gaat van je tijd af, hè. Wow, je hebt al 10 seconden. Maakt niet uit. Oké. Okay. Maar nu heb ik liever eigenlijk gewoon alleen kasteel. Een kingsprookje. Ja, bouw dan een sprookjeskasteel. Maar ik geef jullie wel een voorsprong. Wow, what the fuck kan je bouwen dan? Hè? Wacht, Alpen, kunnen we even privé kallen? Ik moet zoiets zeggen. Ja, is goed. Ja, oké. Dit is een tactiekbespreking, met mijn eigen. Is goed. Yo, zeg maar. Ik ga zeggen dat ik de hele tijd nog niet begonnen ben, terwijl ik eigenlijk al 10 jaar lang... Oh, fucking slim, jongen. Fucking slim. Oké, okay, doe dat. Ik ga eigenlijk echt doen. Okay, is goed, okay. Is goed. Shh, niet gebeurd. Ja, oké, okay, doei. Oké. Hey jongens, als iemand nog een privé dingen te zeggen heeft, dan mogen jullie het altijd zeggen. Oh my god. Oh, de kijkers zien ook wat ik zie op het moment. Ik laat ook zien, maar dat mag niet. Huh? Maar dan copyright, vergeet dat niet. Dat is geen copyright. Dat is mijn eigen zelfgemaakte Wii Sport muziek. Nee, dat mag. Denk ik. Ik weet het ook niet. Oeh. En jullie weten, ik geef jullie een voorsprong van 5 minuten, hè? Dus ik ga nu even van alles doen nog. Ik vind wel dat deze keer het sprookje meer telt, omdat de reden daarachter is omdat we al 2 afleveringen geleden een kasteel hadden gebouwd. Ja, oké, dat vind ik ook een heel goede reden. Maar kunnen we niet gewoon even iets gewoon anders doen? Ik heb er zin in. Je kan het, pedicure, kom op. Wacht, zie je hebt toch zo... Ah nee, jij wil een film bouwen. Wat ga jij een film nabouwen? Squid Game. Rot kapje. Ja, dat gaat... Rot kapje ook een film. Och, garm. Pedicure... Ik had een keihelijk idee voor Squid Game. Ja, misschien is het niet de laatste keer dat je meedoet. Misschien ik wil wel nog eens meedoen. Ik wil wel nog eens iedereen wil nog eens meedoen, denk ik. Seppel zou ook nog wel meedoen, toch, Beacon? Ik wil het hardste meedoen. Hallo. Oh, oké. Beacon moet maar gokken. Okay. Beacon wordt alle vragen. Beacon, je bouwt wel echt snel, man. Holy shit, hoe, je hebt echt... Zo bouw ik snel. Maar het vergelijking met de rest heb jij echt het meest. Dat is werk niet. Hey, maar ik ben nog steeds aan het wachten, hè, dus. Hoi, man. Het begint iets te doen, hè, Milo.
Nee, ik ga je een voorsprong geven van een hele lange tijd. Hij is sowieso een tutorial aan het opzoeken. Nee, man. Dat denk ik niet, hoor. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Hij staat wel stil, maar... Springen ze in de lucht? Ah, nee, nee, hij beweegt. Ik denk niet dat hij shit verkeerd doet of zo. Oh, wat ben ik aan het doen? Een ijsswing, wat is je plan? Dan. Heb je een plan? Ja, dat ga ik niet zeggen hier in deze call. Dan gaan we apart callen heel even. Oké, is goed. Dat is goed, ik sleep erin. Oké. Okay. Yo, man. Yo. Oké, vertel, wat is het plan? Nou, mijn plan is om een kasteel en daarbovenop van sprookjesboom, je weet al, die sprookjesboom. Ja, die bomen te maken. Hier in het midden, zeg maar. Ja, of op de kasteel. Als, het sprookjesboom, was dat de boom die kon praten? Ja, maar ik heb wel een ander idee nu. Om een boom die door deze kasteel heen gaat. Oké, dat lijkt me echt sick, man. Je hebt wel nog 16 minuten dat je het weet. Kom, slippen wel terug naar de andere kant. Yo. Right, oké. Oké, jongens, de Xbox One gaat winnen. Oei. Heeft zijn enge tactiek verdomme. Hij heeft echt een betere tactiek dan jou. De tactiek genaakt. Wat? Ja. Mijn wachttactiek is toch veel beter. Ja, sowieso. Je gaat sowieso winnen door niks te bouwen. Alper, vind je niet dat dit lijkt op gewoon dikke benen? Dit lijkt gewoon op een broek van, weet ik veel. Ja, echt. Alper, please, joh. Huh? Mijn broek van Alper, please, die wil ik kopen. Oh, als jij een merch uit gaat brengen, jongen. Oh. Dat komt niemand, man. Ik zweer, ik breng een merch uit. 5 kledingstukken. Wie hem koopt, boeit me niet. Gewoon een capje kopen, man. Lekker. Ik wil hem kopen dan. Tuurlijk, wie niet. Op PlayStation-shirt. Met pedicures en kop erop. Ja, met Alper Place heilig broodje erop, zo. En Beacon, jij? Wat? Heb jij nog iets te zeggen? Ik weet niet wat er aan het gebeuren is. Wat je plannen zijn? Oké. Ik denk dat Beacon wel echt geen idee heeft wat hij doet. Hè. Die bouwt gewoon een kasteel. Nee, ik ook. Als wat ik weet aan het doen ben. Maar moet ik kijken naar sprookjes? Top. Ik heb een leuk idee voor sprookjes. Ja, sprookjes. Natuurlijk ben ik aan het denken. Ik ben echt niet aan het nadenken over wat ik ga bouwen. Nee. Ik ben echt volop aan het bouwen. Ik ben echt aan het bouwen. Wow, joh. Ik heb mijn eigen nog nooit zo hard bezig gezien. Ah, Mickey Mouse is ook een sprookje, hè, jongens. Kom op, hè. Oh, Mickey Mouse! De leeuwenkoningen, die kennen jullie toch ook wel? Lion. Waarom zit er geen leeuwen in Minecraft? De leeuwenkoningen kennen jullie toch wel? En die dwergjes dan. Ja, dat is een ding, hè. Google werkt niet! Ja, ik luister toch. Waar had je Google nog? En je hebt ook de wolf en de 7 geitjes. De repelsteeltje, Pocahontas, heel goed. Jungle Book. Jungle Book. Oh ja, ben je. Oké. Ja, je kan gewoon een kasteel in de jungle bouwen, dan heb je ook een hele goede. Nee, maar nu. Nee, nu gaat iedereen niet bouwen. Ik ga even nadenken. Oh nee, hoe moet ik een toren maken? Bro, jij maakt je druk om dingen waar je het minste punten mee kan krijgen. Het gaat over het sprookje, hè? Het gaat vooral over het sprookje, maar het kasteel telt ook. Oh, de Xbox is wel lekker bezig, man. Ja. Jullie hebben trouwens even tussendoor nog 13 minuten. Nog 13? Maar ja, nee, ik ga nog één minuutje wachten, denk ik. Krap. Dat merk ik nu al. Maar oké. Ja, maar dat lukt wel. Jullie kunnen speedbuilden. Hey, als ik nu, als ik verlies, als jullie verliezen van mij, hè, jullie zijn ook echt slecht. Ik ben nu pas begonnen. Hé, maar even serieus, Mido, hè. Ik denk niet dat je... Ja, wat is er? Ze zitten echt verder dan jou, hè. Ja, wat denk jij? Ik ben hier enghard aan het tryharden. Maar ik heb al 12 Bull Battle binnen, hè, dus... Wow, gangster. Boer, stoer. Zeker in 3 jaar. Jij moet niet veel zeggen, maar je 7 wint. Oh. Ja, in 1 maand. Dat one was why you're lesion. Jij speelt niet eens Bull Battle. Ja, precies, daarom. Ik pas gewoon 1 stippling neer en ik heb gewonnen. Ja, maar ja, niet, echt. Ja, ik had serieus gewoon 1 stippling neer. Ja, dat is wel echt. Heb je wow. Wauw. Dan heb je echt geluk. Dat noem je pas winnen.
Ja, dat ook. Tuurlijk moet je dat winnen. Er is iemand aan de deur en zo terug. Oh. Nog ga hem gewoon met een bulpet omgaat hij naar de deur. Maar ik kon de deur ook. Ik kon de deur ook open doen, maar ik heb dat niet gedaan. Oh. Oh, moet ik af, sorry. Mij was mijn broer thuis, die vroeg eerder thuis was. Ik dacht, dat was heel kut. Maar ja, boeien. En lukt het een beetje hier? Ja, ik ben zo terug, ik ben zo terug. Ja. Oh, jij ook al, gaan. Het is kans. Sowieso en moeder, dat ze boodschap moet uithouden op daden. Heb ik altijd. Oh. Dat is echt kut. Die boom is veel te... Het is veel te groot in binnen dit. Holy shit, ik pak me maar. Okay. Pieke, vertel ons, hoe gaat het leven? Slecht. Hoe slecht? Ja. Waarom slecht? Want ik heb geen leven. Oh. Dat is echt zielig. Ja, dat vond ik wel erg. Pedicure, is jouw leven ook levenloos? Nee. Oh, oké, dat is mooi. En waarom niet? Omdat ik pedicure ben. Omdat je een Upper Place video... Je moet zeggen, omdat je een Upper Place video zet. Opnieuw. Pedicure. Waarom is je leven leuk? Omdat ik een Upper Place video zet. Oh joh, dat je dat gewoon eentje zelf zegt, man. Zo lief. Ja, dat stuk met de knippen van, ja, overnieuw. Ja, precies. Ja. Ja, precies dat. Ja. Jullie geven echt te veel shit om jullie kastelen, hè? Ik ga niet liegen, man. Iedereen is echt druk bezig met zijn kastelen. Geef mij dan. Kijk mij nee, dat is waar, dat is waar. Ik ben met Bro, ja, weet je wat het grappigste is? Het grappigste is nog dat jullie dat zo meteen gaan zien wat ik het grappigste vind. Oké, nice. Hoe jullie? Ja, dat mag ik niet zeggen. Ik hoop dat het niet met mij beeld te maken heeft. Maar iemand kan echt punten scoren met iets anders te doen. Iedereen buiten het kasteel. 100 punten. Dus, zo zou niemand... Wie zou... Ja, waarom zou ik nu geen kasteel bouwen? Nee, dat is waar. Maar het moet ook een sprookje hebben, hè? Jullie moeten straks een verhaaltje vertellen waarmee jullie het sprookje linken met het kasteel, hè? Wacht, het zegt niet dat het een sprookje moet zijn. Je kunt ook gewoon zelf een sprookje maken. Dat is waar. Dit is zo lelijk wat ik heb gemaakt hier in het midden. Valt wel mee, hoor. Er klopt helemaal niks van deze gebeuren. Het lijkt op een houten puree of zo. Oh, joh. Je moet echt veel... Oh, ik kan dit echt niet. Pedicure, wanneer ben je laatst nog naar een pedicure geweest? Hoe lang hebben we nog? Nu moet ik eens in de rust doen. Wat? Hoe lang hebben we nog? 9 minuten. 9 minuten maar? Ja. Hij heeft ook niks gebouwd, denk ik. Nee, heeft hij allemaal niks. Ik heb 10 blokjes, denk ik. Hé, hey, maat, je gaat echt niet winnen, zo hoor. Ah, wat moet ik doen? Ja, eerder beginnen. Ja, nee, ik was zo zelfverzekerd. Bro, als je ziet wat de rest heeft gebouwd zometeen, hè, Milo. Beacon bouwt echt, sorry hoor, maar hij bouwt echt de coolste torens, die Beacon. Die trekken op niks. Ik denk dat een kasteel torens nodig heeft. Koning Filip heeft ook geen... Bij de Xbox One, jij bent de enige Nederlander hier. Wie is Koning Filip? Geen idee. Onze koning. Dat is de koning van... Elke keer waarschijnlijk of zo. Onze koning is een loyal lander. Meer niet. Ik disrespect de koning gewoon, de koning. Wist je dat de koning gewoon geen effect heeft op de beschaving in België? Dat is gewoon de royal. Dat is gewoon... Nou, wist je dat bij onze koning, die gaat gewoon naar, tijdens corona naar een ander land met de vliegtuig, terwijl dat niet mag. Lol. In een andere land. Dat is gewoon savage, man. Terwijl in lockdown zou je zien naar een ander land gevlogen, met zijn privéjet. Een privéjet nog wel. Ja, joh. Nee, hier heb ik niet meer. Ik vind wel dat dit wat heeft. Dus ik weet nog steeds niet wat het is. Ik kan je niet zien door, hè.
Nee, nee, wacht, maar als, over het sten, als je over het sandstone gaat. Je weet toch dat straks deze zand weggaat, hè, Pieter? Ja, dat weet ik. Oh. Dat doet toch niks? Eigenlijk. Ik weet niet. Maar mag het ook een oud vervallen oud kasteel zijn, gewoon? Ja, natuurlijk mag dat. Maar goed dat je ideeën weggeeft. Ja. Ja, heel laat. Ja, ga nu nog maar beginnen. We hebben nog 7 minuten. Ja, zeker. Nog 7 minuten! Ik ga zeker nog beginnen. Nee, over privé, nu. Waarom ik nu? Ik heb nu onmiddellijk iets nodig. Ik wil iets, nee, niet nodig, maar ik heb rap een gesprek nodig. Oké. Zeg maar. Ik denk echt achter jou blijven. Huh? Ik denk ook echt dat ik achter jou blijven. Kijk dit, man. Nee, je bouw gewoon snel. Ik probeer heel veel... Kijk, je ziet toch deze hele voorkant. Ik probeer hier een jungle aan te adden of zo, weet ik veel. Hoe moet ik nu nog een jungle gaan maken? Maat, gewoon saplings, jongen. Niet moeilijk doen. Mag je extra tijd? Nee. Geen extra tijd. Dat is niet gebeurd. Ik heb dat niet gevraagd, nee. Nee. Al doen alsof dat niet gebeurd is. Nee, precies. Okay, ja, dat was hetgeen dat ik wou zeggen. Ik ga echt verliezen, denk ik, nu. Mm-hmm. Ik ben echt... Oh, oké. Okay. Nee, komt goed, man. Doe gewoon je best. Komt goed. Oké? Oké. Oké. Zo. Terug in de kal. Hallo. Zo. Hey jongens. Hey. Milo is echt goed bezig, man. Jullie moesten het zien. Jullie gaan echt versteld staan van zijn build zometeen. Jullie gaan zeggen van, wow, Alper, please. Ja, dat nog in 7 of hoeveel minuten heb ik tijd gehad? 12. We hebben nog 5 minuten. We hebben 2 minuten. Ik heb denk ik 10 minuutjes tijd gehad hiervoor wat ik nu aan het doen ben. Damn, pedicure gaat ervoor. Blokje. Wie is dit? Dit is Beacon. Beacon, yeah, Beacon, mijn naam is Beacon. 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 Tijd, man, echt een lelijke toren. Oh, het kasteel gaat niet. Oh, wow. Sinds wanneer is een toren dicht van boven? Je hoort erop te staan en te schieten. Dank je voor de tips. Nee. Dat is niks. Normaal niet, jongen. Een toren, jawel hè. Vooral bij een kasteel, daar staan die mannen met de boog. Dit is gewoon zo'n lamertje, mij in beeld. Zo, pio. Oh ja, sorry, kom maar. Pio. Jij is ook dicht, Toos, zijn met die punten. Hoe lang nog? Dat wou ik doen, maar dat is niet gelukt. Nog 4 minuten. 4 minuten 40 seconden. Oh, ik heb geen sprookje. Ja, ik ga die weg doen, inderdaad. Zijn ook op. Maar ik ben gewoon verbaasd dat ik zo snel bezig ben, nadat ik zo lang heb moeten wachten nog, hè. Niet moeten wachten. Maar ik probeer heel jullie land in gebruik te maken, hè? Want dat geeft echt extra punten. Ja. Redelijk. Ik heb het tegen een bepaald aantal mensen. Oh. Ik weet niet. En als, ik hou er gewoon niet van als ik zo groene kale vlakte zie. Weet je wat ik bedoel? Hey, jongen, of zwijg. Albert, niet gebeuren. Albert? Ja, dat. Nu geef je wel extra punten, hè? Ja, dat. Ik hoop echt dat dit goed uitpakt wat ik wil. Oh, ik tril je, man. Oh, yo, van de spanning. Holy shit. Dit ziet er ook redelijk uit. Jongens, nog 4 minuten. Hoe moet ik Shrek zijn hut gaan bouwen? Ja, goed geëxposed. Die staat scheef, hè, toch? Ja, die hut staat scheef normaal. Dankjewel, dat je weet. Dat weet ja, zwijg toch. Wacht, hoe lang hebben we nog? Ja, dat ga ik niet zeggen. Nee, ik heb echt nodig. Ja, pech. Bouw door in plaats van dat je zelf vragen stelt. En dingen spoilt. Lief, Albert. Ga niet zo goed meedoen. Dat is de gekste brug die ik ooit heb. Enter's wild! Bro, dat ziet er zo raar uit. Of zo. Weet je niet? En hoe gaan een vibe geven van al de mensen, jongens. Maar ik denk dat het zo mooier is. Helemaal de bult gewoon kapot slagen. Ik heb geen licht. Dat is niet zo mooier. Oké, ja. Oké, zo. Ik doe weer stil. Voor ik hem alleen niet.
Is dat zo niet mooier bij de keuren? En dit dan? Ik weet niet, man. Je ziet maar. Ik ga niet... Waarom help ik jou zelfs? Trek je op eigen plan. Oh, kijk, Beacon. Beacon, holy shit, man. Het enige wat ontbreekt bij Beacon is dat hij gewoon een sprookje gaat vertellen. Hij moet een sprookje vertellen. Nee, ik heb een sprookje. Ik heb een heel goed sprookje. Heeft die kasteel iets te maken met een sprookje? Ja. Ben benieuwd. Moet wel... Oké, we zien wel. Nice. Je moest het wel zeggen. Waar ben jij? Oh, ik dacht even dat je... Oh, het begint echt op iets te lijken, jongens. Nog 2 minuten. Oh, oké. Ik heb wel echt meer nodig, maar dat moet je niet. Ik ga er iets van maken, jongen. We maken er het beste van. Ja. Wacht, heb jij die fakkels beschadigd zojuist? Oh, goed zo, dingen. Ja, ik zeg het. Wat zei je? Maar ik ga eindelijk eens mobs spawnen, denk ik, zeg. Ja, mops. Die zit ook in Shrek, ja. Ja, dat is waar. Je moet hem wel een name tag geven, een grappige name tag. Ik hoor een donkey. Oh, kennen jullie die film niet? Die film kennen jullie toch, hè? Toch? Ja. Welke film? Welke film? Schrek. Donkey King. Oh, Donkey King, ik dacht dat je ook Schrek hebt. Ja, Schrek kent iedereen, maar Donkey King, ja. Ik weet niet wat dat is. Zij van die de laatste 30 seconden, Janne. De laatste minuten zijn gegaan. Nee, zeg je laatste 30 seconden. Trouwens, degene die niet op zijn platform is, als de tijd om is binnen 5 seconden, dan heeft hij gewoon... Die binnen 5 seconden tijd? Mijn punten. Of zoiets. Nog 30 seconden. Oh. Ik wou naar boven gaan, joh. Ik ben lang klaar eigenlijk. Ja, je mag op je eigen kleur komen staan, maar echt zo aan het puntje, dat je niet de andere hun dingen ziet. Ik had de die moet ik niet hebben, ik wil andere, ja, die wil ik. Nee, deks, dat mag niet, hè. Nee. Niet met F5 modus, ik zie dat wel dat je dat doet. Nee, ik zit niet in F5. Als ja, dan zie ik juist, hè. Ja, dat zeggen ze allemaal, dat zeggen ze allemaal. Nou, draai, kom wat jij wil, dan zie ik het juist, want dan sta ik met mijn beeld naar het. Dat is mijn grapje, ja. Oké. Snap ik. Oh, hey, de tijd is om, tijd is om. Ik had het niet door. Ja, ik heb 5, 4, 3... 2, 1. Ja, jij kreeg mijn punt. Ik zag je losbouwen. Ik wist niet welk platform. Ja, jij was gewoon nog aan het bouwen toen de tijd om was. Nee. Jawel, ik zag het gewoon. Garden 4K, jongen. Garden 4K. Nee. Hoe dan ook. Stop eens, Beacon. Wat Beacon zou ontbouwen? Is dat niet zo'n Beacon, platform? Dan wie gaan we eerst? Wacht. Blijf daar stilstaan, hè, jongens. Kijk mijn skills. Gaat helemaal fout zijn. Stel voor dat het foutje is. Alles weg. Maar jullie moeten, als jullie denken dat ik flink heb gedaan, hè? Oh ja. Jongens, dit is het gewoon. Dit zijn de skills. Het lijkt wel echt heel hard. Jullie beseffen gewoon niet dat ik later begonnen ben. Oh, dat is dan vallen. Bro, ik heb zo'n gekke FPS drop, hè. Dat is niet normaal. Ik ook. Oké. Okay. Holy damn. Ik heb dingen, kan ik zien. Oh. Oh, waar is iemand heeft een donkey gestolen, die is gekidnapt. Goeie niemand. Oh, what the hell? Hou me bij, begin. Oké, hé, wacht. Rustig. Ik ben aan het weglopen, mijn mobs zijn aan het weglopen. Oké, ja, dan beginnen we wel bij jou. Oké, iedereen stil, we gaan luisteren naar zijn gesprek. Waar beginnen we? Er was eens een padje. Hij leed naar een kasteel. Oh. Maar... Het kasteel was onbevolkt. Het was verlaten. Oh. Maar de posters van... Wat is dat? Van de ezelshoofden hangen er wel nog. Oh. Niemand heeft ze ooit weggehaald. Dit huis is van vechters, zoals u kan zien. Oh. Maar de kickboxers. Is het van karate? En veel graag Donkey King. Ik bedoel Donkey Kong. Hmm. Is dat Donkey Kong? Ja, toch? Ja. Ik denk het wel. Met Mario. Van boven zie je iemand lopen. Zijn naam was Mario de Tweede. Hij sliep in dit bed hier, waar ik niet op terug. Oh. Hier, en de lantaarns zijn zoals... Daar hadden de zielen van de eigenaars in. Hier zit Mario in. Hierin? Hier zit Karate Kid 1 in. Hier zit Karate Kid 2 in. Maar in deze hier... is... de Donkey King.
De Donkey King. Wow. Cool. Cool, jongens, wat vonden jullie ervan? Huh? Nee, dat is nog niet klaar, dat is nog niet gedaan. Oh, dat is niet gedaan. Oké, vertel door. Nee. Maar toen waren ze niet vergeten. De fontein van Heilige Zielenstad. Ja. En de zone van de Donkey King. Dat waren jij. En de zone van de Donkey King. Oh, hier is dat wel. Oké, okay, de zone van de Donkey King. Hier is één zone. En hier is de tweede zone. En wat is er met de derde zone gebeurd? Die is verdronken. Verdronken? Ben je zeker dat hij verdronken is? En kennen jullie Shrek? Kom mee. Ja, ja dat. Somebody walk up in the world is gonna walk. Jezus, is gonna catch me. Elf, ik word aangevallen. Dit was zo geweldig, dat zie je niet, hè, man. Hij valt jou aan als je zijn huis binnen... Dat krijg je als je zijn huis binnenwandelt zonder toestemming. Oké, okay, wie is nu aan de beurt? Oké, 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 wacht, wacht. Ik ben benieuwd naar pedicure zijn verhaaltje. Ja, vonden jullie het goed? Ja, ja, het is goed, het is goed. Het was echt geweldig. Oké, waar beginnen we zin op? Dit is een stofverzonder. Lekker. Maar, stop eens, hey, niet onderbreken, hè? We luisteren naar elkaar, hè? Hè, jij daar? Stil zijn. Oké, okay, vertel. Ik heb niet gezegd dat ik een sprookje moest vertellen, dus ik heb gewoon een snel sprookje gemaakt. Oh, maar je moet wel... Je moet geen sprookje vertellen, je mag ook zeggen of het van een echt sprookje is. Maar als je geen echt sprookje hebt, moet je... Ik had gekreefd. Oké, okay, boeit niet. Je mag een echt sprookje vertellen, als je geen... Nee, ik heb teruggeplaatst. Echt sprookje hebt, snap je? Maar als je een echt sprookje hebt, mag je zeggen dat is van dat sprookje. Maar je hebt hier niks gebouwd wat van een sprookje is, denk ik. Dus, dit is Steve. Steve, hij heeft dit kasteel gevonden. Oh. Hij ging onderzoeken. En toen dacht hij, oh, kasteel, dit is een kasteel. Oh. Hij zoekt voor bloed. Mm. Er was niks. Oh. Dan kwamen de zombies aan, maar dat kon ik niet doen, want het was dag. Oh. Dus normaal ging je hier doorheen schieten. Oh, wacht. Dan gingen de zombies naar binnen. En hij had de Steve gekild. Kwam die zo aan dan? En hij was dan Steve, hè? Hij was dan Steve, hè? Heel Steve, hè, pedicure? Die was dood gegaan. Pak ze, pedicure. Net zoals in het sprookje. Die is van het trap gevallen. Hij is hier van het trap gevallen, benen gebroken, krabt hij naar hier. En hij is dan doodgemaakt door de zombies. Oké, leuk verhaal. Elke keer als ik naar rechts kijk, zie ik een ezel die opgehangen wordt. Nou, daar praat ik niet over. De Xbox One Gamer, nu mag jij je verhaal doen. Wacht, wie heeft dit gebouwd? Nee, stil zijn. Hé, hey, ik gooi je uit de groep, hè. Hey. Oké, okay. Xbox One Gamer, vertel me. Ja, het is een kasteel en ik heb, hoe heet het, een boom er later doorheen gegroeid. Ja. Ja, voor de rest heb ik nog niet veel meer eigenlijk. En wat heeft deze boom te betekenen? Ja, dit is de heilige boom van kasteel. Nee, dat hij kan praten. Oh. En was hier sprookjes achter gaan? Dan? Ja, dat hij er doorheen, hoe heet het, door de kasteel heen is gegroeid. Zeg zo, hij kan praten. Ik word de stem wel, Oh, wat zei je, de Xbox? Ik hoorde dat je iets zei, precies. Ja, dat hij door de kasteel heen is gegroeid. Nee, je moet zeggen dat hij kan praten. Kom, dat hij kan praten, zeg dat hij kan praten, oké. Niks. Yo. Ja, wat? Kan niet? Kan hij dat? Kan hij praten? Hoor? Wat zei je? Dat hij kan praten? Zeker. Oh, ja, cool, man. Wow. Cool. Ik heb de kasteel opeten. Oh, joh, dat is echt de beste beeld dat ik ooit heb opgenomen. Ik heb die ezel opgehangen worden. Hé, hey, maar dat is nog niet zo laat. Nee. Ik kon erop zitten. Waarom had die een kat opgehangen? Oké, okay, Beacon, vertel. Beacon, stil jongens. Beacon, vertel jouw verhaaltje nu maar.
Oké, dus het begint allemaal in de boom van Shrek. Oh, wow, joh, in de boom van Shrek. Wat gebeurde er? Doe eens voor. En, hoe ging het? Doe eens voor, hoe ging het zo'n beetje? Waar is het groen? Ja, en toen kwam er ineens een kasteel. Oh, die dacht van... Somebody put a castle in front of my door. Zo ging het, toch? En daar zit een draak in. Oh, een draak. Waar is een draak? Heb je een draak? Ja, nee. Stop. Dan kwam hij naar binnen. Ja. Had hij de draak gekild? Want die had zijn vrienden gekidnapt. Die zie je daar aan palen. Waar zijn zijn vrienden? Buiten. Oh, waar dan? Heeft Shrek vrienden? Oh, kijk, ja, dat donkjes. Ah, Puss en Boots. Ah, ja, dat snap ik helemaal. Die is zo goed. Is dat een Lion Cat niet? David. En dan had hij de draak vermoord. Ja. Je moet even zijn opzetten. Dan kreeg hij een nieuwe naam. Dat was dan niet meer Shrek. Maar? Wat was maar Shrek de Killer. Wajo. Ja. Shrek is een echte savage geworden. En heeft Shrek ooit de vrienden gered die daar boven tijdens het gevecht was hij zijn oog verloren. Dus hij had licht aan. En toen? Ja. Kijk, ja, dit is Shrek. En nu is hij super rijk. Oh, en dat was het. Dit goud in het kasteel. Zie je daar liggen. Oh, okay. Ik vind deze elk echt wel goed. Maar die andere had wel een pratende boom, hè? Ja, even serieus. Die pratende boom heeft wel echt buiten gescoord. Die stem was ook mooi. Ja, de ex, pratende boom, hè? Ja. Ja, ja. Oh. Wat zag ik daar, meneer Pedicure, in je hand? Niks. Was dat NTN? NTN. Maar we moeten even gaan opzitten. Kom hier. Oh, yeah. Nee. Oh, yeah. Spreek in de lucht, jongen. Oh. Wat? Oké, weet je, laat hem wel. Hoe dan ook. Dat is een familie. Jongens, kom er allemaal op de blokken. Wow, hij heeft ze even bevallen, man. Holy damn. Ja, het is een duizend. Ah nee, iemand heeft een blok weggehaakt. Hé, hey, rustig, hè, jong. Beest. Stop eens dat blokje weg te haken, jongens. Oké, hoe dan ook. Beacon, jij mag je echt eerlijk zijn. Wie vind je dat heeft gewonnen? Eerlijk. Serieus, Melon. Buiten jezelf. Was ik niet? Jawel. Maar stop met die blokken Beacon weg te haken. Ik deed niks. Beacon. Ik kan het gewoon Shrek zien, hè, met kloppen. Ik had een levende wat. Het beste verhaal was wel fun, hè. Ja. En de beste beeld was de Xbox One gamer. Kijk, het ging over het sprookje en de verhalen. Oké, wacht, jong. Waar zit jij de video aan het opnemen? Laat me toch eens mijn ding. Sorry. Hoe dan ook. Beacon, oké, dus jij mag kiezen. En je moet ook een reden geven. Je zei, hier... Molly. Wacht, wat was het? Combo-collapse of Milo. Noem gewoon Milo. Milo, ja. Molly. Milo dus. Wat vond je? Je zei zijn beeld, toch? Wat? Ja, wie vond je het beste? Ze zijn allemaal wel goed, snap je? Je moet eentje kiezen. Kies eentje. Ja, ik dan... Nee, buiten jezelf. Waarom heb je een zombie op je hoofd? Ja, dat ga ik nooit winnen, hè. Waarom heb je een zombie op je hoofd? Ik weet het eigenlijk niet. Hoe kom ik aan die zombie? Moet dat ook? Vertel. Ik weet niet. Oké, dan krijg jij min 1 punt. Oké, de Xbox One gamer. Kies iemand. Ja, ik vind die van Beacon het... Ja. En de reden? Omdat hij 1 iets heeft gebouwd met een goed verhaal achter. Ja, goed verhaal wel betonnen, maar het is wel een leuk verhaal. Ja, met hangende dieren en zo. Ja. Ja. Superleuk. Heeft Beacon dan 0 punten, maar... Beacon heeft eigenlijk 0 punten nu. En, maakt Beacon nog stemmen? Nee. Oké. Milo? Wat ik het beste vond. Ja, sorry, zin, maar... Eerlijk. Volg op je eigen stem. Nee. Oh.
Vind je ook niemand mooi? Oké, okay, mijn één. Jawel. Zeg maar. Die boom, die zijn stem was gewoon magisch. Ja, voelde gewoon wonderbaar. Voelde je een vibe met de boom? Ja. Oh, oké. Okay. Misschien ben ik de boom wel. Oh, ben jij de boom? Oké. Okay. Oké. Dus de boom, hè? Dus jij, de Xbox One staat nu aan de leiding met een punt. Peter Kure? Ik vind deze heel mooi. Nee, buiten het die van mezelf. Vooral met die donkey. Die daarop in zit. Is de donkey van mij, hè? Of nee? Even serieus. Ik vond die van Bacon het mooiste. Ja. Oké, Bacon, je hebt eigenlijk gewonnen. Je hebt eigenlijk 2 punten gekaderd, maar... Hey. Maar oké, wie vond jij het beste? Even serieus, Bacon. Al pakketje in inventory. Hm? Oké, inventory is... Bro, hoe doen jullie dat? Kijk waar je op staat. Oh, jij hebt op. Nee, kijk waar je op staat. Oh my god. Oh, ik dacht al, hoe de fuck kreeg ik die dingen de hele tijd op me? Maar Bacon, heb je echt niemand die Ze zijn allemaal wel goed. Ja, dat vinden wij allemaal van allemaal. Kijk, Vun heeft een mooie beeld. En Pedicure heeft ook een mooie beeld. En de Xbox One Gamer heeft een mooie boom. Die kan praten. Maar er is toch wel een shiny, of niet? Ja. Oei, oei. Nee, ze zijn wel allebei allemaal even goed. Dus weet je wat, we laten het wel aan de kijkers over, hè? Dat was eigenlijk voor niks. Ja. Dat is gewoon niet nodig. Zoals met die anvils, jongen. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik heb allemaal leuke spullen aan. De Xbox One Gamer wil ik bedanken, dat hij de tijd heeft genomen om mee te doen. Beacon ook, Pedicure ook en Fun, laagstripje ook.